De titel van mijn column is 'kleintjes'. Mijn laatste column van 2018 sloot af met de herinnering aan een prachtig lied over Nijmegen van Huugduin, samen met jou in deze stad. Ik sprak de hoop uit dat dit lied voor 2019 aanleiding zou mogen zijn om polarisatie en onverdraagzaamheid achter ons te laten. Hoe het kon, zo kon het. Maar Hubert Bruls sloot zich hierbij aan in zijn toespraak tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie in de vereniging. Alleen citeerde hij een heel ander lied: Pak mijn hand eens vast, dan zul je wat beleven. Een carnavalslied uit 1998 van Annie Driessen Ut de Biese. Daarmee aantonend dat hij dichter bij het volk staat dan sommige notoire internetnuilers ons doen geloven. Mocht Bruls na zijn huidige ambtsperiode burgemeester van Rotterdam worden, dan is het voor hem nog maar een kleine stap naar een nieuwjaarstoespraak met een verwijzing naar hand in hand kameraden. Maar ja, tegen die tijd mag dat lied niet meer gezongen worden van de SGP. In Wiege hebben ze inmiddels ook begrepen dat harde polarisatie tot niets leidt. Tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie deelden voorstanders van een carillon bij het kasteel touwtjes uit met een klein belletje. Wie ook voorstander was van het carillon, kreeg zo'n touwtje. Bij het handen schudden met de beste wensen... gaf je zo een bescheiden, klingelend statement af. Dat vind ik nou een fantastische vondst. Geen gedoe, geen gele hesjes, gewoon een klein belletje. Wat een verschil met een klager uit de omgeving van het Goffertpark... die afgelopen week bij de gemeenteraad ging klagen omdat het stoomtreintje mogelijk weer gaat rijden rondom de kinderboerderij. Wat een ellende gaat dat opleveren voor hem. De hele zomer moeten ramen en deuren dicht en kan hij niet buiten zitten vanwege geluid en ander overlast. Ik hoop dat raadsleden deze keer eens hun mond hebben gehouden na het aanhoren van de klachten. Alleen een beetje moeilijk kijken, dat lijkt me voldoende. Ik keek deze week ook behoorlijk moeilijk toen ik las dat bewoners van de Hazenkamp de mogelijkheid onderzoeken... om te komen tot een collectief zonnedak op de nog te bouwen Albertijn... op het voormalig smit draadterrein. Zij hebben daarom een initiatiefgroep Zonnedak Hazenkamp opgericht. O oh ja? Is dat afgestemd met de wijkraad Hazenkamp? Nog niet zo lang geleden verklaarde de woordvoerster van de wijkraad... naar de Nationale Ombudsman te gaan om de bouw van die nieuwe Albert Heijn tegen te gaan. Na twintig jaar procederen had de Raad van State eindelijk groen licht gegeven voor de bouw. Maar mevrouw de Woordvoerster was niet onder de indruk van het besluit van het hoogste rechtsorgaan in ons land. Zou de oprichting van de initiatiefgroep zonderdak gaan leiden tot een moderne versie... van de Hoekse en Kabeljauwse twisten in de Hazenkamp, met het dak van Albert Heijn als inzet... Of heeft de woordvoerster de keutel ingetrokken om ook haar stekkerdoos te mogen aansluiten? Na twintig jaar procederen moet ook zij in deze barre tijden op de kleintjes letten.